vrijdag ging ik een kijkje nemen bij de mensen die salamanders monitoren in Basel. 'S Avonds werden de fuiken in een poel uitgezet. Erik maakt hierbij gebruik van een zogenoemde vermandelfuik. De fuik is gemaakt uit roestvrij staal. Bij de plaatsing dient ervoor gezorgd dat een deel van de fuik boven water zit. Salamanders zijn immers afhankelijk van huidademhaling. Ze zijn sterk aan water gebonden, maar moeten regelmatig ademhalen aan de oppervlakte. Bella en haar zussen hadden de hele nacht een oogje in het zeil gehouden. Om 9 uur 's morgens werden de fuiken gelicht en de inhoud bekeken. Naast enkele larven en torven werden 4 watersalamanders aangetroffen. 2 mannetjes en evenveel vrouwtjes. De mannetjes zijn gemakkelijk te herkennen aan hun staart die platter is dan die van de vrouwtjes. Nadat de diertjes terug waren vrijgelaten, werd de nabijliggende poel geïnspecteerd. Binnen een paar weken zal in die poel een volgende monitoring gebeuren. Voilà, nog even Bella en haar zussen een goede dag en tot ziens zeggen en de monitoring zit erop.